Er is natuurlijk een hele lange voorbereidingstijd aan vooraf gegaan. 2 jaar geleden heb ik het al geprobeerd bij de gemeenteraad. En na 2 jaar is het dan eindelijk zover dat we het hier mochten organiseren. En het is werkelijk een fantastisch toernooi geweest. Ja, nou, we hebben een klein smetje gehad natuurlijk met een besmetting. Maar over de globale lijnen ben ik echt apentrots op alles en iedereen wat hier in het pand aanwezig was. De publiek wat op de tribune zit, dat kan niet meer kijken op de borden van de deelnemers. Dat klopt. Een wand met daarop een projectie van die borden zou fantastisch zijn. We gaan het meenemen als aandachtspunt. Het lijkt me hartstikke gaaf als we dat kunnen regelen. En ze kunnen natuurlijk ook meekijken eigenlijk vanuit de luie stoel. Mm-hmm. Want we hebben zowel een livestream georganiseerd deze week. Als dat alle digitale borden wereldwijd uitgezonden werden. Mm-hmm. Nou, niet alleen de Almeloze Schaakvereniging, ik denk heel Overijssel. Maar ook heel Nederland. Dat het weer een nieuwe start is na de hele coronapandemie. We kunnen elkaar weer zien. En we mogen elkaar weer zien. Wil je nog leren schaken? Begin ermee. Het is super tof zoals je hier hebt kunnen zien. Dus Almelo heeft zich als gastheer opgesteld, zeg maar, voor dit kampioenschap. En dat is een hartstikke mooie opsteken op het vlak van de denksport. De jeugd hier, heel enthousiast, is daar heel erg mee bezig. Het is echt een denksport, hè, dat schaken. Dus dit zijn over het algemeen zeer intelligente kinderen. Ze komen ook uit het hele land. Amsterdam, Nieuw-Vennep heb ik net gehoord. Dus ze komen uit alle hoeken van het land om hier het Nederlands kampioenschap voor de jeugd te houden. En dat heeft een aantal winnaars opgeleverd. En die zijn zojuist gehuldigd, dus dat is heel leuk om te doen. De ISPA is toch een knap staaltje qua bouw en hoe het eruit ziet. En we bouwen straks ook een hele nieuwe mooie sporthal naast het nieuwe zwembad. Dus we hebben straks 2 toplocaties. En natuurlijk hebben we in onze wijken voldoende goede sportzalen waar Almeloers lekker kunnen sporten. Met verwachtingen naar het toernooi dat ik wel kans zou hebben en dat ik er sowieso voor zou gaan, maar niet per se dat ik het zou worden. Ik ben van Philidor 1847, dat is in Leeuwarden. Ik ben voor 5 dagen in een bungalowparkje ben ik geweest. En ik zit nu in een hotel voor 2 nachten. Ik heb nog niet eerder meegedaan aan een EK of WK. Maar de tegenstander is natuurlijk heel moeilijk. Alleen het zal een ervaring zijn om nooit te vergeten. Om aan zo'n groot toernooi mee te doen. Mijn moeder heeft mij het schaken geleerd. Dus ja, en ook een beetje van mijn broer. Want die begon al eerder eens met schaken. Dus ja. Ze was ook al lid van de Almeloze Vereniging hier. Ze was ook lid, ja. Zeker. En ik dacht zelfs bestuurslid. Ja, ja, ze leidde de competitie voor de jeugd. Dus ja, ze was bestuurslid. Ja, ja. Ik vind dat je als stad met een compleet sportaanbod ook moet verbreden. En ook evenementen moet hosten van sporten die misschien wat minder in de spotlight staan. De schaaksport is zo'n aparte tak van sport. Met toch 20.000 leden landelijk. Dus dat lijkt niet veel, maar ik vind dat toch behoorlijk wat. En ik denk dat het goed is om dat inderdaad in de spotlight te zetten. En die mensen hier te hosten, dat kampioenschap. En wij zijn er heel erg blij mee. Die hal die wordt in de zomervakantie goed gebruikt. Ik denk dat dat alleen maar winnaars kent.